De stichting Parapower heeft samen met stichting The Positive Movement vanmorgen de aftrap gegeven voor een moestuinproject aan de Groenhartweg in het district Para. Onder de aanwezigen bevonden zich de voorzitter van DNA, de minister van LVV, parlementariërs en de DC van Para. Volgens Clyde Ford, voorzitter van de stichting Positive Movement, moet de samenleving ophouden alles over te laten aan de overheid. Als samenleving moet men zelf gaan leren aanpakken, waarbij de overheid wordt gedwongen mee te gaan met de samenleving, zegt Ford. De aftrap wordt landelijk gedaan, beginnende in het district Para. Volgens Armand Jurel, districtscommissaris van het district, zijn er vele voordelen aan het hebben van een eigen moestuin. De aftrap vandaag is in Para. We hebben voor Para gekozen omdat we Saptak Para afdrijven. En ook omdat Parapower ons daarin volledig heeft ondersteund. We hebben gezegd, volgende week gaan we door in de andere districten. We gaan dat landelijk doen. We gaan iedereen bewegen om te gaan planten. En niet gewoon planten, maar biologisch planten. We moeten gezonder gaan eten. Want als we geen gezond volk hebben, onomatja ontwikkeling ook toe. Een moestuin verbetert onze eigen voedselsituatie. Maar het geeft ook een stukje verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Onkruid maakt plaats voor een groentetuin. De inrichting en ruimtelijke ordening van je erf zal een lust zijn om te zien. En het geeft ook een trotsgevoel. Als je bezoekers krijgt, ga je zeggen, kijk, dit is mijn erf. Kijk wat ik heb geplant. Hier zijn mijn doksen, hier zijn mijn kippen. Weet je, je gaat dat allemaal netjes inrichten. Welke voordelen heeft een moestuin nog? Die sociale cohesie. Het brengt mensen bij elkaar. Samen kweken, samen doen. Toch? Het geeft een gevoel van saamhorigheid. Minister Suresh Algo van LVV juicht de aftrap eveneens toe. Volgens de bewindsman weet men wat men eet als men zelf een moestuin aanlegt. De bewindsman houdt van het gezegde, eet wat je plant en plant wat je eet. Volgens Jenny Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, kan een regering een land niet ontwikkelen, maar het volk ontwikkelt het land. De regering moet mensen die het land willen ontwikkelen ook niet in de weg staan, maar ze juist helpen met het faciliteren van hun ontwikkelingsplan, zegt Simons. Landbouw, bezig zijn met planten en dieren om in je voedsel te voorzien, is de basis van het leven. Want hij zegt, goud kan je niet eten. Je kan het niet eten. Geld kan je ook niet eten. Er komt een punt, de man dacht, alles aan hel komt high water. Is het van het grootste belang dat je een stuk eten in je hand hebt. We hebben oorlogen in de wereld meegemaakt. Peyuka ab alamoni sayuwani. Asmasa ababrede. Nadat o talibi. Want you know kanya you money. En dat schijnt Suriname te zijn vergeten. Op een heel duurzame manier omgaan met je bodem, teelsysteem. Planten jullie, zodat we een cultuur in Suriname krijgen. Onze voedselzekerheid kunnen garanderen. En wanneer we praten van voedselzekerheid, moet het altijd veilig zijn. En moestuin is basis daarvan. Daar leert men op kleine schaal omgaan met organisch stelen. Als je hier rondom kijkt, zie je zoveel bladeren. Wat doet men daarmee? Je kan alles gebruiken. Om te composteren als mulch. Dat is mest. U zag de minister van LVV en daarvoor DNA-voorzitter Jenny Simons. Ze spraken vanmorgen bij de aftrap van het moestuinproject aan de Groenhartweg in het district Para. De stichtingen Parapower en de Positive Movement zijn met dit project gestart. Vanuit het ministerie van LVV is toegezegd dat er coördinatoren zullen worden getraind om dit project te blijven ondersteunen.